Goedendag, welkom bij het weerbericht van weerplaza.nl. We hebben vandaag te maken met wolkenvelden, maar ook opklaringen, zodat van tijd tot tijd de zon kan gaan schijnen vandaag. Maar verder trekken er ook nog een paar winterse buien over het land. Ze komen vooral in de kustprovincies voor, maar ook in het binnenland is een enkele bui mogelijk, al zal het daar op de meeste plaatsen wel droog blijven. Vooral vanochtend kan het nog glad zijn door sneeuwresten of bevriezing, maar in de middag wordt het 3 tot 5 graden en zal de meeste gladheid wel zijn verdwenen. Verder staat er een zwakke tot matige wind uit zuidwestelijke richting. Ook vanavond is een enkele winterse bui mogelijk. De temperatuur daalt weer naar ware richting het vriespunt of misschien al iets eronder, en verder is het wisselend bewolkt. Morgen hebben we vrij veel bewolking, soms ook wat zon en een paar winterse buien die over het land trekken, tot 4 tot 6 graden en vooral later op de dag en in de avond gaat het matig en zeekrachtig waaien uit het noordwesten. Maandag, dinsdag en woensdag blijft het licht winters weer met veel bewolking, soms ook wat zon, een paar winterse buien, maar ook wel droge perioden. De middagtemperatuur ligt tussen de 2 en 4 graden en in de nachten kan het licht vriezen. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.